Dit is nieuwsuitzending nummer 037. En die is ingelast. Ik heb een. Ik was al bezig met 037, maar die heb ik dus omgenummerd tot 038. Want ik kreeg een verzoek van een jongeman op het terras van Café de Wacht of ik het zou willen hebben over transgenders. En hij wilde alleen maar weten wat ik ervan vond of van vind. En dit is dan zo'n e-mail waar je nu naar zit te kijken. En deze dame, ja. Dat is dan een dame. En dan, het zal wel ergens wel over gaan, hè. Om het serieus te maken. Ik heb in mijn leven 2 transgenders ontmoet. En dat was nadat ik gescheiden was van de moeder van mijn kind. En die eerste, die heette Kim. En ik kon maar niet vergeten dat hij geboren was als Wim. Ik bleef gewoon die Wim zien. En nou, had Kim, ik zeg het nu goed, Kim had een vriendin. En die zei, kom, we gaan bij Kim op bezoek. En dat was een hartstikke leuke avond. Daar heb ik echt geen klachten over. Het eten was heerlijk. In zijn tuinen, was het in de Jordaan, dat is de Joodse buurt van Amsterdam. Dat was allemaal koekiedoekie. En toen hij ook nog na het eten met een schaal aankwam met heerlijke hash. En daarna nog even een kroegbezoek. Kijk, dat is een gastheer. Kijk, en dat word je dan weer kwalijk genomen. Want je moet zo iemand een gastvrouw noemen. Maar ik noem dat een gastheer. Dus daar heb je al probleem nummer 1. Hele kundige man. Hij is. Dan zeg ik het weer fout. Fuck! Hij kan schilderijen restaureren. Dat is niet het meest eenvoudige werk. Je kan beter mijnwerker zijn dan gewoon met je drillboard. Maar restaureer maar eens een schilderij. En met hem heb ik. Zeg ik het weer fout. Met haar heb ik dus in een tweepersoons bed gelegen. Namelijk mijn eigen bed, wat ik gekocht heb bij de IKEA. Want dat was na mijn scheiding. En mijn vorige mooie Auping bed, wat in die tijd 1500 gulden kostte. Dus dan heb je het over een bed wat tegenwoordig 8000 euro is of zo. Maar ja, dat ben ik dus kwijtgeraakt vanwege die scheiding. Niet zeuren. Dat is ik ga niet afdwalen, maar goed, in dat ik heb dus momenteel zo'n kut IKEA-bed. En dat kraakt aan alle kanten, maar. En daar heb ik met hem in gelegen. Dat was verder geen probleem. En die vriendin van mij, die kennis. Vriendin moet ik zeggen, dat familie ken ik. En die sliep in de kamer van mijn dochter. In het kader dat ik kennis zou maken met die transgender. En die man heeft dus daadwerkelijk, toen hij 17, 18, zoiets, heeft hij gewoon gevonden van hak hem eraf, ik wil een vrouw zijn. En dat heeft hij gewoon gedaan. Maar mij houdt hij niet voor de gek. Ik heb onder de douche gestaan, op de lagere school was dat. Dat is ook zo smerig, hè? Dat gimmen en dat gezamenlijke douchen. Bah! Maar goed, ik stond dus, dat moest allemaal, hè. En dan stond ik dus in de douche en had ik zo'n vriendje. En die kon ontzettend goed tekenen. En hij was een beetje obese, dat wel. Maar dat kwam misschien door zijn moeder, dat hij hem te veel pasta gaf. Je kan altijd een andere de schuld geven. Misschien was het zijn schuld wel niet. Maar
tepeltje van die jongen. Ik heb dus internetporno-studie gedaan. En ik kan je echt vertellen dat ik klitten heb gezien van vrouwen die groter waren dan dat ding van hem. En wat is er voor hem gedaan dan? Als je toch transgender wil zijn, want hij wilde dus tekenen, hij wilde lekker de man uit gaan hangen. Maar je hebt een lulletje van... Wat wordt er voor hem gedaan? Maar je pik eraf hakken, ja, dat lijkt me een fluitje van een cent. En de maatschappij, die stomme burgerij die iedere maand, iedere week, wat zeg ik, iedere dag, storten ze bakken met geld terug. En ja, dan kan je allemaal pikken vanaf laten hakken, natuurlijk. Die dokter, wat kost zo'n dokter nou? Zo'n pik-afhak dokter. Wat kost zo'n klootzak in de maand? 10.000 of zo? Nou, en die kan het toch per maand... pikken, hakken, vergeleken met de varkensboer. Die moet ook af en toe hakken. Nou, denk ik onder 10 pikken per week. Nee, per dag, sorry. 10 pikken per dag. Dat zou moeten kunnen. Ik heb vertegenwoordigers meegemaakt in de farmaceutische industrie. Die moesten 10 drogisten per dag bezoeken. En die hadden dan wel een eigen rayon. Ja, dat heb je wel. Die van overheidswegen ingestelde files tussenin liggen. Dus dan moet je ook weten te haasten. Maar die deden 10 drogisten per dag. Nou, dan kan je dus zo'n vent. Die doet dus 10 pikken per dag. Nou, 5 dagen in de week. Hij zegt 200 per jaar. Want die man wil natuurlijk ook gewoon zijn secretaresse gaan neuken. Terwijl zijn vrouw denkt dat ze op congres zijn of zo. Ja, dus 200 dagen per jaar. 2000 pikken per jaar. Ja. En wat kost een vent? En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met een mens die denkt dat hij verkeerd geschapen is? Geneest dat ervan? Dat je denkt, God heeft mij geschapen met een piemel. Maar God heeft ook geschapen de mensen die mij kunnen verlossen van mijn piemel. Ik hou van God. Waar ben je dan mee bezig? En die man, die vrouw, sorry. Die... Ja, ze wordt ouder en ouder. En uiteindelijk beland je gewoon in een luier, hoor. En misschien is het makkelijker pissen in je luier als je pik eraf gehakt is. Het zou zomaar kunnen. En die andere, die heette Carla. En zij was Spaans. En ze zat in een nachtkroeg hier in Arnhem. In een bloemetjesjurk. En ze zat in het geile vrouwenhoekje. Of in ieder geval het hoekje waar ik zelf ook altijd graag zat. Het is gewoon een heel veilig hoekje. En meestal... Ja, in zo'n kroeg komen ook vrouwen. Er was een kroeg die was open tot 4 uur 's nachts. En daar kon van alles. En goede muziek ook altijd. Dus daar... Ik kroop dan in die tijd... Kroop ik weg in die kroeg na een dag hard werken. En zij zat dus in dat hoekje en ik dacht van, wauw, volgens mij ben jij niet gevaarlijk. Want voor de meeste vrouwen die in dat hoekje gingen zitten, en dan moest je gewoon echt oppassen. Dan was het ook gelijk van, tet, niet zo dicht naast me komen zitten. Hè? Maar voor haar had ik het idee dat ik gewoon daar mocht gaan zitten. Dus ik ging dus naast haar zitten en ze had echt een schattig jurkje aan. Gewoon echt geweldig. En ze heette Carla. Als opmerkelijke naam, want ik heb ook een tante die heet Carla. En zo kwamen we dus in gesprek. En ik was in die tijd dus ook gescheiden. Je scheidt maar één keer.
Dus, in mijn gescheiden tijd dus. En ik zei tegen haar, wat ga jij, wil je bij mij slapen? Yo, ik haper. En zij zei, ja natuurlijk, dat is geen probleem. Dus, waar woon je dan, niet te ver weg? Nou, ik woonde vlakbij. Want ik ben een luilak. En gingen we die kroeg uit, Café de Buik, is dat er? En dat was vroeger spannender dan nu, heb ik mij laten vertellen. Maar als jullie met z'n allen Café de Buik binnen gaan dringen, dan wordt het misschien wel weer net zo spannend als toen. En weet ik veel. En ik loop met haar Café de Buik uit. En toen zei ze tegen mij, ik ben geen meisje. En toen zei ik tegen haar, wat maakt mij dat uit? Dus ik nam haar lekker mee naar huis. En ze ging op de rode bank zitten. En vroeg wat ze wilde drinken. En ze wilde gewoon een glaasje water. Nou. En ze vond het niet erg dat ik nog wat rookte. En toen zijn we heerlijk in mijn IKEA-bed. Hè? Datzelfde IKEA-bed van het volgende, van het vorige. Maar gewoon mijn IKEA-bed. En dat heeft geen drol gekost. Dat is ook iets om bij stil te staan. Dat tegenwoordig de bedden zo goedkoop zijn, hè. En heeft ze lekker in mijn IKEA-bed gewoon zet de bloemetjesjurk uitgedaan. En nou, dat was haar reuze gezellig. En de volgende ochtend is ze vertrokken. Heel beleefd. En toen zag ik het daarna. Zag ik haar zitten op het terras van Café de Wacht. Met een vriendin van haar. Maar dat was volgens mij ook een omgebouwde. Een beetje Michael Jackson-achtig uiterlijk. Van, iets te veel gechirurgeerd. Iets te veel make-up. En ze zaten samen in het zonnetje. Lekker te genieten. En ze zag mij niet lopen. Het gaat erom. Je bent op deze wereld geflikkerd. Net als Arnold Schwarzenegger. Van de Terminator. Als je die film kijkt, dan moet je nog. Iemand kan die film binnenste buiten draaien. Het is helemaal geen gewelddadige film. Het is een film met een verhaal. En Arnold Schwarzenegger wordt in zijn blote reet op het asfalt gesmakt. En die moet het maar zien te redden. Als robot of als helper. En jij ook. En dat je gaat lopen janken over het feit dat je pik te groot is. Want ik wil een pik, een klit. Ik wil een klit van maar 4 centimeter. Huh? Dat is gewoon een jankerig gedoe. En je molesteert wel je lichaam. Hè? Want je kan achteraf niet de schuld geven aan de chirurg dat het fout afgelopen is. En je kan er ernstige hormoonwisselingen van krijgen. Je kan er van alles van krijgen. En waar haal je de wijsheid vandaan om te vertrouwen op die allopathische industrie? Want dat is het. Waarom weten die mensen alles zo nauwkeurig? Weet jij wel zeker dat ze op de goede manier jouw pik eraf kunnen snijden? En voor vrouwen die graag een man willen worden. Hè? Die zeggen, ja, ik voel me gewoon een man in een vrouwenlichaam. En weet je wat jullie moeten doen? Je moet gewoon een paar kinderen baren. Of je zorgt er maar voor dat vrouwen in jouw omgeving kinderen gaan baren. Want dat is de eerste regel als man. Hè? Polygamie, geen probleem. Dus die vrouw, je hoeft niet je eigen man, je hoeft geen kinderen te baren als je een man bent. Zonder dat je ballen tussen je benen hangen. Dus je wil als vrouw, dus je ballen zijn niet afgedaald, je ballen hangen nog in je buik. En je wil gewoon man zijn. Ja, dan hebben we dus het begrip voorbind dildo. En als je niet zo van seks houdt, dan ga je gewoon verdiepen in schaken of darten of management. Of je gaat gewoon iets mannelijks doen. Iets waar je goed over na moet denken. Hoezo? Zeg ik, nou, ik wil wel gaan darten, maar wil ik eerst mijn klit vergroot hebben
tot een lul van 19 centimeter met een batterijtje erin dat ik af en toe stevig kan krijgen. Dat is even lulkoek. Waar ben je van zwakkeling? Ik heb ook zo mijn problemen. Mijn ogen bijvoorbeeld, die zijn niet je dat. En hoe dat nou precies fout gegaan is, weet ik ook niet. En het grappige is dat de doktoren in mijn omgeving ook niet weten hoe dat nou kan. Dat is gewoon gebeurd. Dus ik heb gewoon een vette bril op mijn neus. Maar God heeft mij een grote neus gegeven. Dan kan ik handig mijn bril opzetten. Ik heb ook een tijdje contactlenzen gedragen. Dat is helemaal niks voor mij. Maar je hebt zo als mens je dingetjes. En moet je dan wel zo'n drastische operatie laten plaatsvinden? Kijk, ik heb contactlenzen gehad. En op een gegeven moment heb ik tegen de optische industrie moeten zeggen van... Volgens mij is dit geen goed idee. En dan ben ik gewoon gestopt met contactlenzen. En nu heb ik een bril. Maar dat is niet een mutilatie van mijn lichaam. Ik heb ooit een wrat op mijn Achilleshiel. Op die pees van mijn Achilleshiel zat een wrat. Nee, niet één, twee. Die heb ik laten verwijderen. En toen ik terugkwam bij de orthopeed, want ik had last van mijn voeten. Ik had echt pijn in mijn voeten. En ik moest betere schoenen. En hij had tegen mij gezegd van ja, ik kan je wel een betere schoenen helpen. Maar als je dat soort wratten hebt, dan blijf je daar een probleem mee hebben. Dus toen ben ik naar het Rijnstatenziekenhuis gegaan. Hier in Arnhem, het Sonsbeekpark. Nou, als je een wandeling wil, dan moet je niet per se langs het ziekenhuis lopen. Maar rondom het ziekenhuis. Je kan zelfs op het parkeerterrein van het ziekenhuis. Daar staan mooie bomen hoor. En voor de rest is het allemaal park. Zonsbeekpark. Ging ik daar naartoe. En daar heb ik dus mijn Achilleshiel laten mutileren. Laten versnijden. Wat erin zat, dat is een verruca vulgaris, zat erin. Dat is een ordinaire wrat. En toen ik terugkwam bij die orto schoenenmaker, die was helemaal, die sloeg stijl achterover. En hij zei tegen mij, hoe heb je dat kunnen laten doen? En ik zo tegen hem van ja, jij zei tegen mij dat je kon me wel een betere schoen bezorgen, maar dan moest ik wel eerst van die wratten af zijn. Ja, zei die schoenverkoper tegen mij. Maar wat jij hebt laten doen was ontzettend gevaarlijk. Als die mensen maar 1 millimeter verkeerd snijden, dan ben jij de lul. En dan ben je mank voor de rest van je leven. Dus ik had het van die schoenverkoper nooit mogen laten doen. Nou, en dan nu eventjes terug naar die wrat die aan de voorkant zit. Je lul of je klit. Wil je dat allopathisch laten verbeteren? Ik heb een risicootje genomen met die wrat. En ik zei ook tegen die man, die schoenverkoper, van niet zo zeuren jongen. Want ik had er twee. En ze hebben alleen de hoofdwrat weggesneden. En die andere is er vanzelf uitgevallen. Dus nu wil ik schoenen. Ik had een uitgewaaierde voet. Ik liep op veel te smalle schoenen. Dus ik moest gewoon vette schoenen. Nou, toen hield die schoenverkoper zijn bek. En toen kreeg ik gewoon een paar goede vette schoenen mee. En dan ben ik heerlijk de winkel uitgewandeld. Dit is dus het verhaal. Dit is het motto. Ja, natuurlijk mag jij laten beslissen dat je... Maar het moet wel daadwerkelijk iets aan de hand zijn. En als jij je als man vrouw wil voelen, dan ga jij maar gewoon vrouwelijke dingen doen.
dan voel je je vanzelf vrouw. En dan word je ongesteld samen met al die vrouwen. En dan weet je precies van, oh, alle kippen zijn op de ijsprong. Tokkede, 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 tok. En daarna krijgen die vrouwen dan die ongesteldheid. En dan word je ook helemaal ongesteld. Ga je lekker met die vrouwen meedoen. Dat is best geinig hoor. Daar word je echt niet ziek van hoor. En je kan ook zeggen van, nou, ik wil op zich niet met vrouwen omgaan, maar ik wil wel een vrouwelijk beroep. Nou, dan word je manager. Word je hoofd PR of zo. Verhoofde human resources. Gewoon een of andere vette managersbaan. En dan krijg je gewoon een goede auto. Maar, hè, jij kiest voor een vrouwelijk beroep, moet je wel netjes op je werk verschijnen. Dus ze hebben wel correcte kleding aan. Een mooi overhemd, een goede stropdas of iets anders. En niet de hele tijd hetzelfde aandoen. Elke dag iets anders. A, U, B. Hè? Dan ga je gewoon die vrouwelijke kant op. Dan ga je toch lekker doen, man. Dan hoef je dan je pik voor laten afhakken. Lul. En de vrouwen die mannelijke dingen willen gaan doen, nou, die gaan het toch ook lekker doen. Die zeggen, nou, ik wil wel werken, maar ik doe niet iedere dag iets anders aan. Ik heb werkkleding. En er zijn precies de goede dingen. Ik heb een schone onderbroek. Ik heb schone sokken aan. Ik heb een sport-BH aan. Ik heb mijn haar in een knotje. En een muts op mijn kop. En wat moet ik doen vandaag? Kijk. Dan kunnen we allemaal transgenderen. Kunnen we gewoon lekker gaan doen wat we willen. In plaats van deze dame die van zichzelf een foto heeft laten maken. In de hoop dat ze mij gaat vinden. Want, Precies. Ja. En je seksualiteit, en dat je in je seksualiteit door kan drijven, is niets meer dan logisch. En daar kan ik nog, als ik het volgende verzoek krijg, dan zal ik een verhaaltje houden over Aleister Crowley. En wat hij dan had met seks, met zijn seksmagiek, waar dat over gaat. Het is allemaal zo stom nog niet. Maar pas op met het mutileren van je eigen lichaam. En in alle vrede en liefde zeg ik nu, tjus. Maar waar zit de stopknop eigenlijk? Reeds. Dankjewel voor het luisteren.